Tada! The prettiest. Goedemorgen, deze morgen. Ik ben nog een beetje stil, want er liggen nog mensen te slapen. Maar ik ga nu mijn bedje uit, want het is tijd om op te staan. Oh, en het is vandaag trouwens donderdag. Nou, misschien is het wel allemaal af te lezen. I don't know. Ik voel me in elk geval niet zo goed. Ik heb echt hoofdpijn en heb een beetje van die rode wangen voor mijn gevoel. Een beetje zo'n heet hoofd. Ik heb mijn koorts nog niet gemeten. En buikpijn en ik moet ongesteld worden en alles erop en eraan. Oh, dus ik denk dat het geen school wordt vandaag. Ik zit nu in de auto onderweg naar huis toe. Het is inmiddels al een beetje avond. Kijk mijn gezicht. Het ziet er ook gewoon niet goed uit. Ik heb een beetje rode wangen. Ik weet niet wat het is. Maar goed. Ondertussen ben ik wel eventjes... Ik was met Roxana aan bellen. Best wel lang. En ik ben eventjes het gastenverblijf hier een beetje aan het herinrichten. Zoals ik het graag zou willen hebben. Als het dan mijn huisje is. Voor een tijdje. Want hier ga ik dan weer wonen als ik dus niet meer in Breda woon. Is best wel oké, want ik heb gewoon een keuken. Hierachter zit een badkamer, eigenlijk gewoon douche en wc en een wastafel. Dan hier gewoon eethoekje en dit is mijn bed eigenlijk, maar dit wordt dan een bank. En dan zet ik hier zeg maar de tv. En dan aan deze kant heb ik gewoon een kacheltje en zo'n tafelding, maar die wil ik nog eruit gooien. Maar dit is best wel oké eigenlijk, het is best wel gezellig. En dit hiernaast hebben we een danszaaltje. En daar ga ik dan gewoon mijn bed neerleggen en al mijn kledingdingen. En waarschijnlijk wordt dat kledingrekken. Dus dan ga ik gewoon van die rekken neerstallen. Want ik heb echt heel veel kleding. Maar goed, mama die belde net. Ik moet kappen, want we gaan eten. We hebben vandaag restjesdag. En ik mag lekker pasta eten. En hun eten wordt ontstamp. I really love this. Ik hou echt niet van wordt ontstamp. Dat lust ik echt niet. Of ja, ik kan het wel eten, maar het is not my favorite. So I'm very happy with this. Nou, we hebben lekker gegeten. En nu zit ik heel erg te twijfelen wat ik doe met die tafeltjes en het kleed. Want ik vind dit heel erg leuk bij elkaar passen. Die tafeltjes zijn wel super random. Want het is eigenlijk gewoon een bijzettafeltje. Niet echt voor salontafeltje of... Weet ik hoe je dat noemt. Dit moet dus echt een bank worden. Nou is het gewoon nog eventjes een bedje. En daar moet dan de tv. Maar er moet dus denk ik een andere tafel komen. En ja, ik weet ook niet of ik dan dat tapijt ook doe. Dus dan moet ik eventjes over twijfelen. Want ik heb ook nog andere tapijten. We gaan een toetjesplank maken. Lekkere ice cubes. Homemade. En aangezien deze meid niet tegen gewoon ijs kan, doen wij Alpro vanille. Oh my god, kijk, dit is goud. Glitter! Echt mooi. Tada! The prettiest. Wauw. Dit is toch perfect gewoon. We zijn weer eventjes lekker bezig met mijn favoriete snack. Yeah. Nou, mama en ik hebben lekker nachos gegeten. Heel gezond. Ik zie er nog steeds super ziek uit, want ik voel me ook echt niet lekker. Ik heb al pilletjes gehad en zo. En ik ga nou even een neusspreetje pakken. In de hoop dat ik dan lekker kan slapen. Kijk hoe rood mijn neus is. Echt lelijk. Maar goed. Dus ik ga proberen te slapen. Bedankt voor het kijken. Sorry dat ik zo saai en ziek ben. Ik hoop dat ik morgen beter ben. Love jullie. Doei.